Ja, het gebeurt ons allemaal wel eens. Je opent een kastje en er valt wat op de tafel. Resultaat, deuk of buts in je tafel, waar je natuurlijk niet blij mee bent. Ik hoor het heel vaak van mensen met hun pot pindakaas of, zoals in dit geval, kaartspel. Het hoeft maar net verkeerd te vallen en je hebt een lelijke buts. In deze vlog ga ik jullie laten zien hoe je dit op een relatief eenvoudige manier weer netjes kunt krijgen. Welkom bij deze nieuwe video van De Beert, campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worries seem disappears. When we are together, together in our motor home, the beard. Waar ik mee begin is het volgende. Ik haal eerst de tafel even eraf, haal de tafelpoten onderweg, bevestigingssysteem, want dat werkt gewoon een stuk makkelijker als je een los tafelblad hebt. Dus daar beginnen we mee. Alles is gedemonteerd. Het tafelblad is nu gewoon makkelijker handelbaar. En die neem ik even mee naar een wat makkelijkere werkplek. Goed, wat ik ga doen is het volgende. Ik ga eerst het tafelblad ga ik zo meteen helemaal opschuren. Niet met een al te grove korrel, want dan krijg je weer diepe krassen. Dat is helemaal niet nodig. Maar ik ga hem eventjes opschuren. Vervolgens ga ik de meest grove, ruwe kanten van het gaatje wat er is ontstaan, ga ik ook even wegschuren of wegveilen. Die vul ik vervolgens met een goede plamuur. Die laat ik dan goed opdrogen. Schuur ik het geheel uit en heb ik in ieder geval weer een vlakke tafel. Dat is één. Dan heb je natuurlijk nog steeds een lelijk gezicht. Wat ik dan ga doen is een mooie, kwalitatief wat betere, dikke folie. Naar wens, hè. Dus je kunt ook gelijk gebruik maken van de situatie. Want wij vonden dit helemaal niet mooi. En we gaan er nu dus iets overheen zetten wat we aangenamer vinden. En die plak ik dan vervolgens eroverheen. Maar we beginnen met het plamuren. Je ziet, ik ben helemaal niet overdreven aan het hard aan het schuren gegaan. Maar het is puur dat ik zo meteen een goede hechting heb voor die folie. Daar doe ik het eigenlijk in eerste instantie voor om de hele tafel te schuren. Maar ik ga me nu eerst even focussen op het gaatje. Dan ga ik die scherpe randen vanaf halen zoals ik straks zei. En dan ga ik hem vullen met een goede plamuur. In dit geval gebruik ik dan een polyesterputtie. Of ook wel een plamuur voor polyester. Maar is ook prima om te gebruiken op hout. Dit is natuurlijk ook niet echt hout. Er zit ook iets in een laag overheen. Dus kan er prima voor. Twee componenten polyester plamuur is dit. Die ga ik even aanmaken en dan vul ik het gaatje dicht.
heb hier bewust een iets dikkere laag plamuur op laten liggen. En dat laat ik goed uitharden. Dan kun je namelijk zometeen prima uitschuren. Goed, zoals gezegd, we laten de plamuur nu eerst even goed drogen. Ik geef er toch al een uurtje of vier de tijd om dat goed uit te laten harden. En dan kan ik die laag zometeen mooi strak schuren. Dan heb ik natuurlijk nog steeds geen mooi nieuw tafelblad. Want ik bedoel, er zit nog steeds een gele vlek in. Maar het gaatje is weg. Want over het gaatje kun je folie inplakken wat je wil hoor. Maar dat blijf je zien. Maar zometeen met een mooie strakke gladde tafel niet meer. Maar goed, het is nu eventjes eerst aan de plamuur. Die moet drogen. En dan kunnen we verder. Mooi. De plamuur is hard. Dus volgende stap, ik ga hem uitschuren. De plek is volledig vlak, mooi glad, voel geen overgangen, dus niets staat mij nog in de weg om het zo meteen mooi erop te plakken. Maar ja, niets. Het is natuurlijk wel stoffig, dus we gaan eerst de boel stofvrij maken en ontvetten. Zo, en nu staat niets meer in de weg, dus ik ga de folie op maat knippen en dan gaan we plakken. In dit geval hebben wij gekozen voor een folie met deze print. Maar dat is natuurlijk voor ieder voor zich. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Overigens kun je alle vorige stappen die ik net heb laten zien, met het vullen en het schuren, etc., overslaan wanneer je domweg gewoon een andere print op je tafel wil. En je hebt dus geen schades. Dan kun je het allemaal laten voor wat het is. En dan is het gewoon een kwestie van de tafel ontvetten. Misschien licht iets opschuren, zodat je een beetje iets meer hechting hebt. En dan kun je de desgewenste folie die je wil gebruiken, kun je er overheen plakken. Ik laat nog net overkomen alsof dat heel makkelijk is. Het hoeft ook niet heel moeilijk te zijn als je er een beetje handigheid in hebt. Maar je moet er wel even een beetje de aandacht bij houden. En natuurlijk zorgen dat je tijdens het plakken gewoon in stappen te werk gaat. Zodat je geen lucht onder de folie krijgt. Want dat is zonde, want dat blijf je wel altijd zien. Dus ik ga nu even mijn kopje erbij houden. En ik ga het hem uitleggen en dan ga ik beginnen met plakken. Ik gebruik hier nu zelf een speciaal bledje voor om het aan te duwen, om het na te strijken. Met een iets hardere kant en een zachte kant.
Je kan dit overigens ook gewoon prima met je hand doen hoor. Maar goed, ik heb nou eenmaal dit ding liggen, dus ik gebruik hem gewoon. Ik maak daar dankbaar gebruik van. Wat je ook zag, is dat ik deze rand al vrijwel gelijk met de bestaande rand plak. Dat scheelt me namelijk zometeen, in een van de laatste stappen, een hoop snijwerk. Maar dat zie je dan straks wel weer. Ik ga even door met plakken. Wat je in deze ook ziet is, ik werk altijd vanuit een hoek. En vanuit die hoek ga ik hem ook schuin wegtrekken en pak ik hem steeds in banen rustig aan deze kant op. En zo zorg ik ervoor dat al het lucht er continu onderweg kan. Ik kan nu in één keer de folie eronder vandaan wegtrekken, maar dan gaat dat geheid fout. Dus ik doe het echt rustig, nou ik zou bijna zeggen centimeter voor centimeter. Ik heb nu inmiddels een wat grotere hoek vastzitten. Die zit dus vastgeplakt. Dan heb je in principe ook al redelijk de plaatsing bepaald. Je kunt nu niet meer heel veel gaan schuiven. Je kan natuurlijk altijd gewoon weer het geheel lostrekken. Dan adviseer ik het niet van deze kant te doen, maar van deze kant bij een hoekje weer los te trekken. Want dan gaat het relatief eenvoudig. Dat kan ook wanneer je toch halverwege per ongeluk een luchtbelletje eronder hebt. Maar dan adviseer ik het weer. Je bent naar deze kant aan het werken. En je komt erachter van, goh, ik heb hier nu toch een luchtbelletje. Trek je hem eventjes, teun hem voorzichtig in zijn geheel op. Trek je hem rustig ietsjes los. En dan ga je opnieuw die kant op werken. En werk je alsnog de lucht eronder uit. Nou, ik ga hem nu even verder helemaal erop plakken. En ik denk dat jullie het nu in principe wel begrijpen. Zo, de folie zit erop. Stel je nou voor dat er toch, dat je halverwege niet goed genoeg hebt opgelet. En er is toch een luchtbelletje in ontstaan op het moment dat de folie er al helemaal in zit. Dan kun je dat altijd in principe nog enigszins verhelpen. Door er eventueel het puntje van een scherp Stanley mes in te zetten. Of een naald in het blaasje wat je dan ziet. Prik je even een gaatje. Strijk er nog na. En 9 van de 10 keer verdwijnt het dan ook weer voor 99%. Bij mij is dat gelukkig niet het geval. Ik heb goed opgelet en hij zit er mooi strak op. Zoals je net zag heb ik hem ook even helemaal nagestreken. Dat hij overal goed hecht. Wat ik nu ga doen is eerst al het overtollige. Want dat heb ik best wel veel. Want ik heb hem liever iets te ruim als achteraf blijkbaar te kort. Maar het overtollige knip ik nu eventjes weg in lijn van de tafel.
Wat ik dan doe, is ik duw eventjes met de wat hardere kant op het hoekje van de tafel op de folie. Dan krijg ik namelijk mooi de afdruk door te schijnen van het model van de tafel. En die heb ik straks nodig om hem verder af te snijden. Dan is het wel handig als ik die rand goed zie. Kijk, je ziet daar nu heel duidelijk die afdruk van de rand van de tafel doorschijnen. Dus die kan ik zo meteen mooi als lijn gebruiken om langs op te snijden. En dat is nu de volgende en tevens laatste stap die we gaan doen. Ik ga het overtolgenfolie en ga ik langsheen wegsnijden. Zorg hierbij wel ervoor dat je een goed scherp stendimmetje hebt. Ik vertrouw dit puntje niet meer, dus ik haal hem eraf. En nu heb ik een mooi scherp puntje die ik er zo meteen langs heen kan trekken. Nou, ook weer gelukt. Strijk hem nog even na met de zachte kant goed over die randen heen. Dat hij overal goed zit vastgeplakt. En dan zit hij wat mij betreft helemaal keurig netjes erop. Aan de achterkant van het tafelblad heb ik bewust iets een overlapping eroverheen laten zitten. Die kunnen mooi omvouwen. Dit komt toch altijd tegen de wand, namelijk in de camper of caravan aan. En dan zie je er helemaal niks van weer en weet je zeker dat je hem keurig netjes hebt afgesloten en dat je er niet weer in kijkt. Kortom, low budget, een hele nieuwe uitstraling voor een tafelblad. Met schade weliswaar. Rest me nog één ding en dat is natuurlijk het tafelblad terugmonteren in de camper om te kijken of het totaalplaatje ons daadwerkelijk bevalt. Dus dat gaan we doen. Zo, tafelpoot kan er weer op, steuntjes kunnen er weer op, dat is een koud kunstje en dan kan hij weer terug op zijn plek.
Zo, ik ben heel tevreden. Ik vind het er mooi uitzien. Veel beter naar wens, naar onze smaak. Schade is weg. En het is weer een net geheel. Die andere tafel had ik al gedaan. Maar ik dacht, het is leuk om jullie dit ook even in een video te laten zien. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden, aan deze video. En vond je het leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Wil je nog meer tips? Vraag er ook gerust om. En heb je tips voor mij? Laat ze dan ook gerust achter in de reacties onder deze video. Bedankt voor het kijken. En graag weer tot de volgende klus. Hoi hoi! When we are together, together in our motorhome, the beer.